Ja, dames en heren, een hele goede avond. Een kraakheldere, knisperkoude avond. Jenny. Emanuelson. Ach, wat een schitterende bal van Emanuelson. En dan probeert Utrecht het uit te spelen. Dat lukt ook. Zo komt Utrecht op 1-0 door Guwara. Maar wat een magistraal balletje was dat van Emanuelson. Wel op tijd draaien. Emanuelson in één keer meegeven. Dat doet hij toch prima. En dan is dit een penalty. Oordeelt Martens. Ja. Maher treft zeker op het kasteel. Utrecht een herkansing kreeg. Moet dat dan gaan doen. Maher. En hij zit er nog wel aan, koetsier. Maar het is niet voldoende. Zo is het 2-0 voor Utrecht. En is dat eigenlijk wel een logisch gevolg van wat we tot nu toe hebben gezien. Makjenok. Kleiber er doorheen gesneden. Abbas bij de eerste paal. Oh, die mist de bal. Kan het alsnog. Gaat hij erin ook. En zo wordt het alsnog 3-0 door, ik denk Abbas. Nou, dit zou iets kunnen opleveren. Nu helemaal. En ja hoor, daar gaat hij erin. Daar hebben ze het doelpunt te pakken. Hielke Penterman. De topscorer van de hoofdklasse vorig jaar. Hier is een counter in de maak van Utrecht. Als de bal op het juiste moment gespeeld wordt, is Abbas er door. Komt Makjenok er ook nog aan? Of gaat Abbas dat helemaal zelf doen? Makjenok is er. En die gaat er inderdaad 4-1 van maken. Zo wordt het dan allemaal definitief beslist door Makjenok. En dat is hem gegund, want wat heeft die in ellende gehad de laatste jaren aan blessures. Daar tegenaan gelopen werd. Bahebek en blessures. En is al aangegeven dat hij vervangen zal worden. Bahebek er dus geblesseerd af. Hij wordt vervangen door Issa Abbas. Van overheen. Van de streek, even wat vrijheid. De bal is voor Kerk, die moet hem voorgeven op Abbas. En dan is het een doelpunt. En scoort de invaller. En dat is op basis van de tweede helft niet onlogisch. Balletje op Sierhuis, balletje op El Hankouri, het schot en de redding van Paas. Daar moet de keeper echt in actie komen. Op een hard schot van El Hankouri. Sierhuis blijft aan de bal en daar is Postema en die scoort niet. Wat een geweldige redding van Paas. Ongelooflijk, de spits die altijd scoort heeft hier de kans om zijn eerste in het eerste te maken. En daar zien we Zoet. Even terug in Eindhoven, maar dus wel bij die andere club uit Eindhoven. Opstelling waarin Hoogma terugkeert. Die was geschorst tegen PEC Zwolle afgelopen vrijdag. Basisplaats voor Emanuelson. Van Rooyen mocht vrijdag starten. Mitchell van Rooyen is nu geblesseerd. En Abbas speelt dus als spits. Dalmau begint op de bank. Komt Eindhoven weer. Met Kai de Roy. En de redding van Zoet is noodzakelijk. Kerk, inmiddels dus met een witte bal. Gustafsson, mooie actie weer van Kerk. En bijna is het raak. Makassi. De Roy. Boeraar. En in de korte hoek gaat hij erin. Daar is de openingstreffer voor FC Eindhoven, omdat Jeroen Zoet verrast wordt. Supporters van Utrecht worden er niet vrolijk van. Zoals het nu gaat, Van der Sande. Utrecht wakker worden, wordt er al een tijdje gezongen. Want zoals het nu gaat, kan het eigenlijk niet. Christopher Peterson, 4 basisplaatsen slechts dit seizoen bij Swansea in het Championship. En nu is hij dus terug als huurling. Bij FC Utrecht. Hoogma duurt even. Van Overhem. Peterson. 1 man kwijt. 2 man kwijt. Goeie actie weer van Peterson. Maar hij valt niet binnen. Kleiber nog. Gustafsson wil de bal graag hebben. Gevaar geweken voor Eindhoven.
Van der Marel. Peterson. Goeie versnelling zeg van Peterson. En nu zit hij er wel in. En daar is hij toch, Abbas. Hij zit niet in de wedstrijd, maar scoort toch. En zo staat het 1-1. Tirano Kerk. Toch maar binnendoor. Kerk. En de paal. Maar de rebound voor Abbas. Weer buitenspel. Overtuigend het kopduel gewonnen door Willem Jansen. Maar Jansen komt vervolgens wel ongelukkig terecht. Grijpt naar zijn rechterknie. En vraagt meteen of de verzorger binnen de lijnen kan komen. Ja, vraagt om een wissel zelfs. Dat is een forse tegenvaller voor Utrecht. Handig gespeeld weer door Boera. Ogenia. Slingert hem maar weer voor. Sicilia kan de kopduel winnen. Bal op de lat. En in de rebound van de Zanden misschien nog. Daar is Soet. Wat een pech voor Eindhoven. Simon Gustafsson. Ter nauwernood gekaatst door Baerbeck. Aanval loopt door en bal op de paal, maar hij zit erin. Via de binnenkant van de paal. En dit is de paal. Nou ja zeg. Opstelling van Utrecht met dus Urbi Emanuelsson. Centraal achterin, naast Hoogma, Kluiber rechtsback, Van der Marel linksback, driemans middenveld. Met Maher van der Streek en Gustafsson. Kerk aan de rechterkant, Peterson aan de linkerkant en Baerbeck in de spits. Hij krijgt de voorkeur boven Issa Abbas. Rabiar, Gorbos, Liefdink. Aardige bal zeg, en daar zit hij er bijna in. Peterson. Slim weggelopen bij Jente Mertens. Christoffer Peterson. Kluiber. Kluiber! Lekker geraakt die bal. Onderweg naar de bovenhoek. Maar gepakt door Verhulst. Ja, knap verlengd zeg, Van der Marel. Peterson. Uitstekend gedaan door Van der Marel. Van de streep. Zoveel mensen achter de bal van Go Ahead Eagles. En doorkomen aan, wel als er fouten gemaakt gaan worden. Zoals door Brito, Kluiber. En hier een kans voor Gustafsson wellicht. Combinatie met Kerk en de goal. Het doelpunt van Gustafsson. Hij vindt toch de ruimte daar in de drukte. En zet Utrecht op voorsprong. Alemaher en van richting veranderd en 0-2. Daar zit het Go Ahead flink tegen. En Utrecht dus behoorlijk mee. Dat is ook een goede bal. Peterson! Absoluut een versterking gebleken in de tweede seizoen zelf. Peterson. Overkomen van Swansea. Hier gaat Navratil. Nog eens Navratil. Goal! Daar is hij voor Go Ahead. Vrijwel uit het niets. Kluiber opgejaagd door Korbos. Goeie paas zeg van Kluiber. Kerk is snel, Baerbeck in positie. Peterson is er ook. Moet een goal zijn, is ook een goal. Schitterend uitgespeeld door FC Utrecht. Het doelpunt van Jean-Christophe Baerbeck. En het is 1-3. Kerk. Christoffer Peterson. Go Ahead heeft genoeg mensen terug. Maar Peterson kan dit en scoort schitterend. 1-4. Veldmaten en Zoet. Twee ploegen die bepaald niet de grootste doen zijn. De vorige thuiswedstrijd van Utrecht werd weliswaar gewonnen. Maar werd zeker niet goed gespeeld tegen Twente. En het verhaal van Ajax is bekend. Uitwedstrijden loopt het niet. Thuiswedstrijden ook lang niet zoals gewenst. Maar Ajax is nog altijd koploper en speelt vandaag dus voor de plek in de finale hier in de Galgenwaard.
een luid ontvangst voor de 22. En u ziet de opstelling met Van der Waarel centraal. Als u mij überhaupt nog kunt horen. Middenveld met Maher Gustafsson en Van Overheem. Van de Streek begint vanaf links. Baarbek spits, Kerk vanaf rechts. Zo is de verwachting dat Utrecht gaat spelen. Maar ze kunnen tactisch gezien veel kant op met deze elf na. Daar kopt Martinez. Daar gaat Kerk met Alvarez. Kappen en dan klaarleggen voor bijvoorbeeld Baarbek. Dat lukt niet. Wel een herkansing. Dat lukt wel. En dan is daar de kans over Gustafsson. Na anderhalve minuut eerste kans voor FC Utrecht. Voorzet van Ziyech valt voor. Een aardige pegel, zegt van Taliafico. Daar zit Zoet ook nog net aan. Baarbek. De overtreding. Levert de vrije trap op. Gustafsson, Maher. Voor het doel. Vijf man van Utrecht. Gustafsson bereikt wel. Ja! Hij bereikt de wedding. Van de Streek. Van de Streek. Baarbek zit. Opeens. Wat doet Blind? Blind zegt, ik doe wel niks. Zodat er verzorging plaats kan vinden. Want ja, als Baarbek zit, dan vrees je toch meestal niet dat er sprake is van theater. Onfortuinlijk, dat is een understatement als het gaat om Baarbek. Dit is ook geen overtreding. Zo, dit ook niet. Vol op de bal. Van der Marel zag het. De bal naar Kerk. En die reageert als een beetje als enige. Onana durft het niet aan om te komen. Martinez had het wat laat door. Gustafsson, geen 2-0. Hoogma. Guevara. Bal is goed op Van der Streek. Moet hem terugleggen nu. Van der Streek, penalty. Gustafsson tegenover Onana. En dat is dus Gustafsson, 2-0 Utrecht. Utrecht met een marge van 2 en nog een klein half uur te gaan. Ajax zal er alles aan moeten doen om überhaupt een verlenging te halen. Maar kan hier al op 3-0 komen. Abbas net naast. Het gaat alweer mis vanaf de aftrap bij Ajax. Kleiber langs Martinez. Nou, dan moet hij nog een keer langs Martinez. Dat lukt niet. En dan raakt hij en dat kost. Kleiber geel en dat kost Kleiber de finale. En in tranen is hij. Schot van Blind, Zoet heeft en Utrecht is de eerste bekerfinalist van 2020. Van de Brom flikt het weer en zal nu eindelijk die finale ook willen winnen. En daar is de enige speler van FC Utrecht die niet blij is, die niet oprecht blij kan zijn. Heel de Galgenwaard viert feest, behalve het uitvak, behalve de Ajaxide en behalve Sean Kleiber. Want die is geschorst voor de finale.